Wat wij willen bereiken met het CEO Sourcing Board is het verstevigen van onze Twisted partner relatie met onze klanten. Waar we vooral inzetten op vertrouwen door het brengen van hele mooie en interessante content. Mijn belangrijkste boodschap aan het bedrijfsleven is dat je niet verdrinkt in de trendmania, maar dat je de impact op mensen, organisaties en de maatschappij centraal stelt. Ik denk dat CGK heel goed aan doet om op die manier na te denken over van wat beweegt nou ons als service provider en waar moeten we ons op gaan richten. En door juist een beetje outside the box te denken om te kijken van nou, waar moeten we ons naartoe ontwikkelen. Ik vind het share en connect, wat we hier vandaag gaan doen, share van kennis en connecteren tussen de mensen, dat is altijd een zeer goed initiatief is. Ik denk dat we hier ook vandaag zaken hebben geleerd, dat ik persoonlijk heb geleerd. Maar ook heel belangrijk is dat we de juiste mensen vandaag hebben, die kunnen met elkaar connecteren. Want ik zeg eens, als we mensen niet met elkaar geconnecteerd zijn, kunnen ze ook niks realiseren tezamen. Wat voor ons heel fijn is, is dat we CGK kunnen inzetten op het stuk wat intern voor de run mode, zeg maar. Dat CGK ons volledig uit handen neemt en ons ontzorgt. En ik heb mijn hoofd vrij en kan gewoon focussen op de innovatie en wat onze organisatie verder brengt. Wat ik leuk vind aan dit initiatief is dat ik van andere klanten van CGK hoor waar zij mee bezig zijn, wat hun uitdagingen zijn, maar ook wel af en toe de spiegel voorgehouden krijg vanuit experts. Dus het programma is een leuke mix tussen best practices, maar ook klantverhalen. Het boek is geschreven als erebetoon aan CIO's. Wat we zien is dat er heel veel misvatting is vandaag over de functie CIO. Er worden heel veel lettercombinaties gebruikt waar het gaat om rollen waar een CIO invulling aan kan geven. In het boek zijn een 12-tal rollen gedefinieerd. Ik heb hier de mogelijkheid gehad om met mensen te spreken van mijn sector en andere sectoren dat deel uiteindelijk verrijkend is. Dus volgend jaar zal ik zeker terugkomen.